Hallo, vandaag ga ik jullie proberen uit te leggen hoe je een switch crooked moet doen. Eerst en vooral moet je switch ollies kunnen. Eens dat je switch ollies onder de knie hebt, dan rij je met een matige snelheid naar de curb. En rij je mooi evenwijdig, niet te dicht bij de curb, niet te ver. Het is een beetje zoeken in het begin. Je popt en je maakt dat je voorste voet goed op de curb zit. En maak dat het met je hoofd boven je voorste voet zit. Zodanig dat je goed kunt balanceren. En als je bijna aan het einde bent, ongeveer 10 centimeter voor het einde, moet je beginnen denken aan je pop-out. Je doet een klein duwk, dan vlieg je over de curb en rijd je weg met glimlach. Ik heb ook heel graag dat de curb goed is ingewaxt. Kan je beginnen aan de variaties. Maakte dat al je gewicht op je voorste been is. Hallo. Dat is echt. Boven je voorste. Boven je voorste. Je voorste been hangt. Maar jongens, stop. Het is niet goed. Dan doe. Je voorste been. Ik krijg het slap lekker.